Goedemorgen, welkom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Welkom bij deze presentatie van het jaarrapport Integratie 2018. Het CBS presenteert dit jaarrapport iedere 2 jaar. En in dat rapport geven we binnen het maatschappelijke debat van integratie de relevante objectieve cijfers rondom verschillen tussen bevolkingsgroepen, overeenkomsten en ook de mate waarin bevolkingsgroepen steeds meer of minder op elkaar zijn gaan lijken. Het jaarrapport bestaat uit een monitordeel dat ieder jaar, iedere editie min of meer hetzelfde is. Daarin vindt u cijfers over demografie, over onderwijs, de arbeidsmarkt, uitkeringsafhankelijkheid, verschillen in inkomen. Cijfers over gezondheid, criminaliteit en maatschappelijke en sociale participatie. Daarnaast zijn er 2 verdiepende hoofdstukken die in iedere editie anders zijn. En dit jaar hebben we gekozen voor een hoofdstuk rondom relatievorming van de tweede generatie en verschillen in schooluitval tussen bevolkingsgroepen. Nou kan ik in deze presentatie dat hele boek niet aan u voorlezen. En daarom heb ik ervoor gekozen om een aantal thema's eruit te halen die ik als socioloog heel relevant vind voor het debat rondom integratie. Het gaat over onderwijs, over arbeidsmarkt en over sociale en maatschappelijke participatie. En de reden daarvoor is dat juist dit thema's zijn waarin mensen elkaar ontmoeten, waarin de basis wordt gelegd voor de verdere levensloop van mensen en waarbij vooral sociale samenhang de basis vindt tussen bevolkingsgroepen. Voordat ik dat met u door ga nemen, is het goed om even stil te staan bij hoe ziet de bevolking er op dit moment uit. De Nederlandse bevolking is in de afgelopen 3 jaar gegroeid met ongeveer 284.000 mensen. En een kwart van die toename was het gevolg van natuurlijke aanwas, het verschil tussen sterfte en geboorte. En 3/4 daarvan kwam door migratie. Merendeel van die migratie is het gevolg van migranten uit de nieuwe EU-landen. Terwijl we zagen dat juist de immigratie vanuit Azië licht is afgenomen en er lichte toename is van migranten vanuit Afrika en Zuid-Amerika. Die veranderingen, die migratie heeft ertoe geleid dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking iets wat veranderd is en dat er ten opzichte van 2016 1 procentpunt meer mensen met een migratieachtergrond zijn. En op dit moment heeft ongeveer 23% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Iets meer dan de helft daarvan betreft mensen met een niet-westerse achtergrond en een iets kleiner deel heeft een westerse achtergrond. Laten we beginnen met het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking. Dit zijn cijfers die vindt u niet in het rapport, maar ze zijn wel heel relevant en we hebben ze op Stadlijn staan, dus u kunt ze daar terugvinden. We zien hier het aandeel mensen met een HBO of een WO-diploma in de Nederlandse bevolking. En wat daaraan opvalt is dat eigenlijk voor alle groepen geldt dat het aandeel mensen met een HBO of een WO-diploma lager ligt dan onder de mensen met een Nederlandse achtergrond. En met name Marokkaanse en Turkse mensen, daarvan zien we dat het aandeel dat een HBO of WO-diploma heeft fors achter ligt ten opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond. Van alle grote groepen in Nederland zijn het de mensen met een Surinaamse achtergrond die relatief het vaakst een HBO of WO-diploma hebben. Maar nog steeds is het verschil ten opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond groot. Kijken we naar de ontwikkeling tussen 2013 en 2017, dan zien we wel dat vooral mensen met een Marokkaanse achtergrond daar een forse inhaalslag hebben gemaakt. Dat het aandeel daar fors gestegen is, maar het blijft desalniettemin achter. Zou ik dit plaatje maken voor mensen die hoogstens een VMBO of een MBO-diploma hebben, dan zien we dat met name mensen met een Turks en een Marokkaanse achtergrond daarin oververtegenwoordigd zijn. Ongeveer 40% van deze groepen heeft een diploma lager dan het MBO 1 niveau. En ze blijven daardoor nog steeds flink achter op mensen met een Nederlandse achtergrond. Interessant is om te kijken hoe het nou met de jongste generatie gaat. De kinderen die nu net de overstap hebben gemaakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En u ziet hier het aandeel kinderen dat een HAVO of een VWO-advies heeft gekregen tussen 2014-15 en 2016-17. Daar vallen een aantal dingen op. Ten eerste natuurlijk dat voor alle herkomstgroepen geldt dat het aandeel kinderen dat dat schooladvies krijgt aanzienlijk lager ligt dan onder kinderen met een Nederlandse achtergrond. Die verschillen zijn voor een aantal groepen behoorlijk fors. Maar we zien ook dat een aantal groepen die achterstand behoorlijk aan het inlopen zijn. Het geldt met name voor kinderen met een Turkse achtergrond en kinderen met een Marokkaanse achtergrond.
Als we dit plaatje bekijken voor de stand in schooljaar 3 in het voortgezet onderwijs, hoeveel kinderen zijn er nu uiteindelijk ook op HAVO-VWO terechtgekomen? Dan zien we een soortgelijke verdeling. Maar dan blijkt vooral dat kinderen met een Marokkaanse achtergrond, die achterstand, ook al hoewel die wel zo blijft, hè, ze liggen nog steeds achter op kinderen met een Nederlandse achtergrond, is die toename wel fors. Er is wel sprake van een inhaalslag. En dat zou kunnen komen doordat juist in die groep kinderen met een Marokkaanse achtergrond, of in de hele bevolking met een Marokkaanse achtergrond, het aandeel jonge mensen vrij groot is. En het beleid tegen voortijdig schoolverlaten, het startkwalificatiebezit, kinderen moeten minimaal mbo 2 halen, dat zou wel eens een rol kunnen hebben gespeeld in die inhaalslag die we zien onder deze jongste groep. Kortom, kinderen en mensen met een migratieachtergrond blijven weliswaar achter in het onderwijs, maar we zien wel vooruitgang. Kijken we dan naar de arbeidsparticipatie. In algemene zin zien we dat de netto-participatie van mensen met een migratieachtergrond lager ligt dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat geldt eigenlijk vrijwel voor alle groepen. Met uitzondering van mensen afkomstig uit de nieuwe EU-landen. Daar ligt de arbeidsparticipatie hoger dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond. Maar we zien over het algemeen dat de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond achterblijft. De vraag is in hoeverre dat samenhangt met het lagere onderwijsniveau dat mensen hebben. En daarom kijk ik hier specifiek naar de verschillen tussen mensen met gelijke kwalificaties en hun arbeidsparticipatie. En dan blijkt dat wederom bij alle herkomstgroepen we eigenlijk zien dat de participatie lager is, ook wanneer zij een gelijksoortig diploma hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar mensen met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond en een hoog onderwijsniveau, dus minimaal een hbo-diploma, dan zien we ook daar dat het aandeel dat werk heeft nog steeds achterblijft bij mensen met een gelijke kwalificatie en een Nederlandse achtergrond. Dat doet ook vragen oproepen over de vraag hoe zit het dan met het onbenutte arbeidspotentieel. En daaruit blijkt dat het verschil tussen mensen met en zonder migratieachtergrond fors is. Het aandeel mensen dat niet werkt, maar wel beschikbaar is, dan wel op zoek is. En het aandeel mensen dat deeltijd werkt, maar wel meer uren zou willen werken, is ongeveer onder mensen met een migratieachtergrond 2 keer zo hoog als onder mensen met een Nederlandse achtergrond. In 2017 18%. Een belangrijk aspect bij integratie wat mij betreft is elkaar treffen in het maatschappelijk-sociale domein. Over vrijwilligerswerk, over deelnemen aan het verenigingsleven en over het hebben van sociale contacten met familie, vrienden, buren. Wat ons opvalt is dat van mensen met een Nederlandse achtergrond ongeveer de helft deelneemt aan vrijwilligerswerk. Bij mensen met een migratieachtergrond ligt dat een stuk lager. En het valt op dat met name mensen met een Marokkaanse achtergrond of een Surinaamse achtergrond relatief meer aan vrijwilligerswerk doen dan andere migrantengroepen. Maar het ligt nog altijd op ongeveer 40%, zo'n 10% lager dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Uit nieuw onderzoek, heel recent, staat nog niet in het jaarrapport, blijkt wel dat deze groepen veel meer tijd besteden aan vrijwilligerswerk. Gemiddeld zo'n 5,6 uur per week. Dat is voor mensen met een Nederlandse achtergrond ongeveer 4,5 uur. Zo zouden we kunnen zeggen, ja, het aandeel vrijwilligers ligt weliswaar lager. Maar de mate van participatie in vrijwilligerswerk ligt onder die groepen met migratieachtergrond in die zin wel vergelijkbaar. Kijken we naar het verenigingsleven, dan zien we ook daar dat het aandeel mensen dat deelneemt actief aan het verenigingsleven weliswaar wat lager ligt. Maar die verschillen zijn niet heel erg groot. Voor een deel zouden we kunnen denken dat die verschillen komen door een verschillende bevolkingsopbouw. Omdat mensen met een migratieachtergrond gemiddeld bijvoorbeeld jonger zijn, lager opgeleid. Maar ook als we rekening houden met dat soort verschillen, dan blijven we zien dat er wel een stukje verschil is in de maatschappelijke participatie van mensen. Kijken we naar sociale participatie, contact met familie, met vrienden en ook met buren, dan zien we wat kleine verschillen, maar die zijn bijna verwaarloosbaar en worden eigenlijk voornamelijk verklaard door het verschil in leeftijdsopbouw. Jonge mensen hebben wat minder contacten met familie, met buren, juist meer met vrienden. Dus samengevat, wat kunnen we zeggen over de stand van integratie als het gaat over deze terreinen? Dan zien we dat mensen met een migratieachtergrond weliswaar nog steeds achterliggen als het gaat om het onderwijsniveau. Maar dat er wel sprake is van een aantal positieve ontwikkelingen. En die zien we vooral bij de allerjongste generaties.
in termen van het deelnemen aan HAVO, VWO-onderwijs en de kansen die dat biedt voor het vervolgonderwijs. Op de arbeidsmarkt valt op dat er nog steeds verschillen zijn die voor een aantal groepen wel iets beter geworden zijn. De verschillen worden wel iets kleiner, maar blijven desalniettemin bestaan. En opvallend daarbij is ook dat bij gelijke kwalificaties mensen met een migratieachtergrond nog steeds achter liggen ten opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond. Kijken we naar het maatschappelijke en het sociale domein, kunnen we eigenlijk onder de streep stellen dat de verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond daar klein zijn. Ik dank u voor uw aandacht.